Suriname, de verborgen schat van Zuid-Amerika. Met dit thema probeert Suriname op de vakantiebeurs in Utrecht toeristen te werven voor het land. Donderdag was het de eerste publieksdag. In een radio- en televisiespecial doet Sam Jones verslag. We mogen weer de wijde wereld in en dat kan je wel merken, want er is volop bedrijvigheid op de vakantiebeurs. Voor deze aangelegenheid is zelf minister Jubitana overgekomen uit Suriname. Want Suriname heeft na de coronaperiode veel te bieden. We hebben een uniek product te bieden en dat is groen, cultuur, natuur, maar ook zeker culinair. Ja, dus voor degenen die geïnteresseerd zijn in wat rust, genieten van pure zuurstof, genieten van ruimte, genieten van groen, genieten van eten, genieten van warmte. Je bent altijd welkom in Suriname. Het aantal standhouders is minder dan voor de pandemie. Toch zijn er ruim 10 bedrijven uit Suriname hier op de vakantiebeurs. Ze hebben een wervend thema. Suriname, de verborgen schat van Zuid-Amerika. Suriname is rijk aan goud en dat weten we ook. Verder is Suriname zeker een leverancier geweest van katoen, cacao, suiker, koffie. Zeker voor de westerse wereld, met name Nederland. En dat is allemaal in die tijd ook zeker goud waard geweest. Wat hebben we nu? We hebben nu oliefondsen. Maar dat is dan, iedereen zegt het zwarte goud. Maar wij gaan veel verder. Met 93% regenwoud hebben we het groene goud. Dat is nu waar de wereld om draait. Later een langere bijdrage met minister Jubitana. En wie meer wil weten over dat groene goud in Suriname, kan tot zondag 15 januari naar de vakantiebeurs in Utrecht. Dit was een reportage van Sam Jones vanaf de vakantiebeurs in Utrecht.